welkom allemaal! Bij Dynamite Magic Shop, product update 141. 141! Nummer 140 was een hele rare, nou rare. Dat was een Halloween edition. Die hebben we even tussendoor gedaan. Een aantal jaar geleden met Leon hebben we ook allerlei Halloween video's gemaakt. Maar nu hebben we er eentje gemaakt. Grond hier. Met van alles erin van Halloween. En zoals je ziet is het niet meer op een reguliere basis, hadden we al eerder gezegd. Dus niet elke laatste vrijdag van de maand dat er een update komt. Gewoon dat we het ook zo voor elkaar krijgen qua organisatie. Maar we dachten, richting Sinterklaas gaan we er in ieder geval eentje opnemen. En heel in Sinterklaas thema hebben wij daarom dit apparaat. Speciaal van de stoomboot. Heeft niks te maken met Sinterklaas verder, maar toch. Het is van de oude stoomboot dat het houdt, toch? Ik heb geen idee. Ik heb geen idee, maar het zou kunnen. Het zou kunnen, recycling noemen ze dat dan. Dit is een replica van een apparaat wat daar staat en achterin ook. We hebben een aantal hele grote guillotines. Waar vroeger mensen weer werden onthoofd. Maar geen paniek. Hier hoeft geen hoofd in. Maar je hier moet wel je past iets anders in. En aangezien de grootte van het gat iets niet te veel anders toelaat. Nou, zou een vinger inderdaad kunnen. Nou, het is heel tevreden dat jij je vinger gewoon inlegt. Dan maak ik dit even zo namelijk. Ik heb geen action neus, anders zou dat gedaan. Zo. Nu ben ik ietsje terug, dan sluit ik mooi. Ja? Top. Ja, heel goed. Het mes hangt hierboven. Er hangt hier ook een kettingje. En je raadt het al. Wat gebeurt er als ik aan het kettingje trek? Heel goed idee. Weet je zeker dat je de wijsvinger neemt? Ja. Als je het kwijt... Ja, dan meteen goed. Bam, wijsvinger. Gewoon, hop. Ziek melden. Kan niet meer komen. Oké. Okay. Ja, ik zou het uit de pink noemen, maar oké. Okay. Ook van je rechterhand. Je bent rechts. Ja. Ja. Dat is gewoon meteen alle risico's. Oké. Okay. Nou, wel je hoofd erbij houden in ieder geval. We gaan kijken. We gaan hier het pinnetje eruit halen. En ik hoop dat je vinger kunt nog bewegen. Ja, heb ik geluk. Zie, en je haalt je vinger eruit. En je ziet het mes is volledig door de vinger gegaan. Je kan het apparaat aan beide zijden tonen uiteraard. Dit is de French Finger Chopper. Want het heet een Franse guillotine, dus het heet zo'n groot apparaat. En dit is dan de versie voor de vinger. Voor de mensen die vragen hebben... over bijvoorbeeld, kan ik er eerst een wortel mee doorhakken? Nee, daar is het mes niet zwaar genoeg voor en ook niet scherp genoeg voor. Dus je kan er niet echte dingen mee doorhakken. Fantastisch ding, mooi gemaakt. Je ziet het ook, ja. Dit is echt door onze houtmaker, zeg maar, vakkundig gemaakt. En voor een leuke prijs, €169. De French Finger Chopper, oftewel de Franse vingerguillotine, die we aan de kant gaan zetten. Nou heb ik nog wel leuks van mij. Nou. Jij hebt wel eens gehoord van zakkenrollen? Ja. Ik heb een probleem met zakkenrollen. Is mensen die rollen aan de portemonnee. En dan hebben mensen veel sneller een portemonnee is weg. Maar wat als je nou alleen een pasje rolt? Ik heb hier twee pasjes meegenomen, René. En je kunt de pasjes aan beide kanten laten zien. Uh-huh. Wat jij niet weet is, dit is een pasje van jou. Dit is een pasje van mij. Uh-huh. Dat oranje pasje was van jou. Maar dat weet je niet, want je portemonnee zit er in je beeld. Ja? Ja? Maar het mooie is, René, als ik nou dit oranje pasje, dat pasje kan ik bovenop het zwarte pasje leggen, op deze manier. Maar als ik hem door mijn hand haal, dan gebeurt er niks. Nee, dat is logisch. Maar als ik hem nog een keer door mijn hand haal, op deze manier, dan zie je dat je de pasjes kunt dupliceren. En als je de pasjes kunt dupliceren, dan heb ik René zijn gegevens en dan hoef ik alleen maar René zijn pasje terug te geven. En ik kan René zijn bankrekening leeghalen. En dit is overdraft. Hoe eventjes, je maakt dus gewoon pasjes na eigenlijk in je hand. Ja. Ja. Oké, okay, dit is inderdaad overdraft. Ik heb hier ook nog een ander pasje. Dat is een, er zitten extra zwarte pasjes bij voor meerdere effecten, zeg maar. Want stel nou dat je dat ze op je hand legt op deze manier, zo, samen. Kan ook, hè. En je haalt er eentje uit, bijvoorbeeld de oranje. Zo. Mm-hmm. Die leg je weg, dan blijft over. Ja, zwart. Ja, zo ja. Als je doet, heb je hier oranje, heb je hier weer zwart. Snap jij het nog? En dus eigenlijk mensen moeten ook checken. Er zijn meerdere effecten mogelijk inderdaad met. Ja. Je hebt de verpakking daar liggen als het goed is. En dit is overdraaid. Eigenlijk is het gebaseerd op een klassiek effect met de matches. Alleen is het nou in een moderne jasje uitgebracht, zeg maar, door 1914. Ja, je hebt allerlei versies waar we ze kunnen vergelijken. Maar ik vind het inderdaad ik vind het een super tof ding. Ja. En commercieel. Met commercieel bedoel ik dat je het
in je portemonnee kunt meedragen. Ja, everyday, en echt kunt doen. Er staan meerdere routines, meerdere ideeën op ook. Je kan het in de handen van de toeschouwer ook doen. Hè? Ja. Goed gemaakt en het ziet er ook tof uit. Ook de chips die erop zitten, zeg maar. Dat is ook het duurste gedeelte van de truc, weten we. Dat hebben ze echt speciaal moeten laten maken. Dat het echt de chips zijn. Die echt gewoon, bedoel de pasjes die op een plastic zijn, echt gewoon heel goed uitzien. Ja. Je krijgt alle benodigde pasjes, video-instructies in een mooie verpakking van de 1914. Ja. En ik moet zeggen, alles wat die tot nu toe hebben uitgebracht, ben ik zeer enthousiast over. Jij ook, hè? Ja. Eclipse is ook van hun. Ja. Die Will Be Done is ook van hun. Orphic Plus. Orphic Plus is ook van hun. Van Greg Patty, ben ik even de naam kwijt. Maar ben ik de naam het overdraft nu. Een aantal effecten. Ik vind allemaal toffe effecten in ieder geval. Maar goed, overdraft kost 59,95. Aanradertje. Ja. Dan heb ik hier nog iets totaal anders. Geen goocheltruc, maar het zijn... Paperclips. Paperclips. Dat is gewoon van Uri Geller. Ja. Stel je voor, je focus je op een van die paperclips. Focus je op zo'n paperclip. Focus. Dan zie je dat zo'n paperclip zichzelf helemaal gaat buigen, zie je, bewegen, zie je, wat gebeurt. Zie je? Dat is wat anders dan een lepel, hè? Dat is wat anders dan een lepel. En dit is de self-bending. Paperclip. Self-bending paperclip. Die hebben we weer. Lang niet meer op voorraad geweest, maar we hebben ze weer terug op voorraad. We ontvangen een aantal van deze paperclips. Een paperclip, als je hem... je moet even zelf iets prepareren. Dat klinkt heel gewikkeld, maar je moet zelf even iets doen. Gaat een aantal keren mee, een paperclip. Dus niet eeuwig. En daarom krijg je ook een aantal paperclips erbij, zodat je hem wat aardig wat keren kunt vertonen. Set je paperclips over een leuk prijsje ook. 6,95. Dus dat is echt geen schokkende prijs. Inclusief instructievideo en paperclips. Dat was snel tussendoortje van de self-bending paperclip. Maar René, even een vraag, hoe vaak kun je hem ongeveer per keer doen? Dat hangt ervan af hoe je het doet. Want je kan... ligt eraan hoe netjes dat je prepareert. Dat klinkt heel vaak, dan moet je weten hoe het moet. Soms heb ik paperclips, die gaan we al 10 keer mee. En als ik te snel prepareer, ongeduldig, zeg maar, zoals nu net... Voordat we deze update hebben gedaan, misschien 3 of 4 keer. Dan is het klaar. Maar in principe, dan kan het langer. Dat heeft gewoon mee te maken. Ja, ik kan niet uitleggen. Sorry. Dan moet ik de werking even klappen. Maar, in ieder geval tof. En mensen, er zitten geen draadjes aan, heb geen magneetjes. Ja. In principe, wat er op tafel ligt, ligt er dan. Het is zoals het is. Heb ik nog wat moois mee? Ik heb hier een aansteker. Een Sharpie. Een aansteker. En een kaartspel. Voor kaartspel er even uitdagen. Dan wil ik je vragen, René, om een kaart uit de kaartspel te halen. Ja, maar wacht, zijn de kaarten een beetje verschillend? Ik zal het even laten zien. Ja. Sorry, ik ben even... Maakt niet uit. Kies een momentje die je zelf wil. Doe ik even elke zoals elke toeschouwer doet. Niet elke, maar... Oké. Wantrouwend. En dan wil ik je vragen om er iets op te schrijven. Hè? Je naam, of je pincode, of wat dan ook. Ik heb er iets opgeschreven. Iets, je hebt er iets opgeschreven. Dan laten we de inkt even drogen. Dat we het beste doen, denk ik. Met de aansteker. En als we de aansteker pakken, dan kunnen we de aansteker heel mooi zo door het kaartspel heen duwen. Ik zal het zelfs op deze manier kunnen doen. En je kunt de aansteker er zelfs ook heel mooi voorzichtig uithalen. En het tof is, René, de aansteker mag je controleren. De stift mag je controleren. En dit mag je ook controleren. Iets. En dit is de truc. Meld. Van Jordan Victoria. Mooi, we hebben hem in rood en in blauw. Dus het gaat dan om de rugzijde van de dek. Ja, meld die. En je kunt hem met iedere big aansteker doen. Ja, dat is het gemaakt, hè? Ja. Dat is, ja. Het is de klassieke cigarette through card eigenlijk, hè? Ja. Ik zeg, Sharpie door card, maar dan
Gemaakt voor de aanstekeren. Goede kwaliteit. Ja. Goede kwaliteit. 41,95. Compleet met de speciale gimmick, noemen we dat dan, hè? Ja. En de instructievideo. Inderdaad, mini-bag kun je overal krijgen. Tankstations, ja. Weet ik wel, sigarettenwinkels. Misschien heb je er wel eentje liggen, waar we al die andere trucs waar we ook dit bij gebruiken. Branded. Of wat dan ook. Branded gebruikte deze aansteker, maar ook van Magic Dream, waar die aansteker die transparant wordt. Clear, be clear. Transparant. Maar het is voor een grote aansteker, volgens mij. Nee, zo'n kleine aansteker. Dus dan kun je allerlei routines doen met één aansteker. Ja, meld die. En als je hem bestelt en je hebt geen kaartspel erbij, dit is bijvoorbeeld een blauw kaartspel gebruikt, zorg dan dat je ook een blauw kaartspel erbij hebt. Ja, dat is een beetje raar. Dus alleen dit heb je niks aan, je hebt een kaartspel nodig en een aansteker. Dat zeg ik er even bij. Dus 41,95 voor meld die. Nou, tof ding. Ja. En met de tijd dat mensen niet meer roken, kun je niet zo snel een sigaret lenen. Maar het is logisch dat je misschien zelf een aanstekertje bij je hebt, voor wat dan ook. Dan dat je iemand zegt, heb je een sigaret? Dat is, ja. Ja. Ja, dan iets heel moois van onze grote vriend Anthony Jap. Oftewel Retro Rocketeers, als je misschien wel eens hebt gelezen. Ja. Schitterend mooi ding. Volledig 3D geprint, maar eerlijk gezegd, als je dat niet weet, zie je het niet. Het is helemaal met de hand beschilderd en gedecoreerd en oud gemaakt, zeg maar. Er zitten twee mesjes in. En je hebt een kast, zeg maar, die kan weer schuiven. Dat komt zo meteen. En een magische zilveren staaf. Dus volledig massief. Leggen we hier bovenop. Want wat hiermee kan gebeuren is wel vreemd. Dit ding, zoals gezegd, past hier gewoon zo bovenop. Dat kun je ook zien. Dan zie je alles ook gewoon liggen. Maar stel voor dat je een mesje neemt. En dat mesje doe je er bovenin. Dat kan er niet doorheen, want er zit die stok. Maar als je doordrukt, dan kan het plotseling wel. En dit is omdat het een magisch mes is. En dat magische mes, daarmee kun je bijvoorbeeld zo'n magische staaf in tweeën snijden. Vreemd. Vreemd maar nog verklaarbaar dat je met een mes iets doorsnijdt, maar goed. Je kan het er ook terug overheen zetten. En als je dan deze twee plaatjes hierin zet, zo, kun je proberen om op magische wijze die staaf weer samen te drukken. Druk je zo naar elkaar toe. Oh. En dan... Je wordt heel klein nou. Denk je dat? Oh. Ja, te hard gedrukt waarschijnlijk. Ja. Dat is een zonde. Ja, dat is zonde. Dat is zonde. Nou goed, hier eindig je dus. Dan is hij dan zeg maar te hard samengedrukt. Of? Kun je hem eruit trekken? Dat zou mooi zijn. Ja, misschien dat dit. Dus je hem uittrekt. En dan is hij weer terug zoals hij was, namelijk de originele staaf. Nou, dit is. Als je ziet hoe dit werkt, wat we niet gaan laten zien, uiteraard. Ja, ik was niet dat het zo zou werken in ieder geval. Geniaal. Mensen kunnen alles zien rondom, ook de bodem eventueel. Je kan alles laten zien, zeg maar. Geniaal. Ik ben zelf een Tenyo-liefhebber. Dat wil niet zeggen dat ik Tenyo tijdens mijn optreden gebruik, maar voornamelijk vanwege de ingenieusiteit van de Tenyo-dingetjes. Vaak hoe jij denkt, hoe komen ze erop? Ja. Nou, hier heb je net zo'n dingetje. Ja, maar dat heb ik ook met de andere, met die ring. Ja. Ja. Dat is ook iets wat ik vandaag... Ja, de Mystery of the Moon. Ja. En die kun je op verschillende manieren vertonen. Ja, ja, het is geniaal. Mooi verpakt ook. Een complete instructievideo bij. De eerste partij die we hadden was eigenlijk al uitverkocht voordat hij binnenkwam. En we hebben eergisteren... Heet je goed? Eergisteren de tweede partij gekregen. Volgens mij 3 maanden, 4 maanden tussen gezeten. En er zijn er alweer een paar weg, dus het gaat hard. En nogmaals, deze komen niet zo snel meer terug, omdat het aanvullen van de voorraad gewoon nu lastiger gaat worden. Mayan Rod of Resurrection heet het. En het kost €185. Maar dan heb je wel serieus een collector's. Ik zou hem op de grond zetten, want ik heb hem niet. Dus als je meer van deze dingen houdt, kijk op de website Retro Rocketeers. Ja. Dan zie je alle mooie dingetjes. Oh, dit is ook heel mooi. Ik pak er even bij. Dit is mijn eigen boek. Nou ja, wat maakt het nou uit? Nou, we hebben ze hier mooi in de folie zitten, de boeken. Die liggen nou even opzij daar. Maar dit is opnieuw in omloop gebracht. Ja. Opnieuw gedrukt, reprint. Die heeft ook hier een bouw met Rod erop. Heeft deze niet. Dus dat je niet denkt, dit is een andere.
Dit is mijn eigen versie, exact hetzelfde verder. Ja. Dit is het origineel 1985. Maar wat staat erin? Ja. Eraser Coins, een van mijn lievelingseffecten. David Rods is gewoon Hanging echt... Hanging Coins, Okita Box, Boston Box. Alles van munten eigenlijk. Grepen, moves, handelingen, routines, alles. Ik denk als op muntengebied dat er... alles in staat, ja. Ja, kijk, je hebt wel Bobo's Coin Magic. Dat is natuurlijk echt ook een heel erg uitgebreid werk. Maar ik denk als je professionele muntenmagie wil leren en een naslagwerk hebben met heel veel goede routines... Dit boek, Expert Coin Magic. Want ik weet dat het een tijd toen het niet beschikbaar was. Het is jarenlang niet beschikbaar geweest. Het ging ook op eBay en andere plekken voor flink wat geld. Ik heb hier een laatste boek gekocht, dat weet ik nog. Ja, daarom, maar het ging voor flink wat geld ook, tweedehands. Dus soms denk ik van pot verdikken. Het is leuk dat ze natuurlijk nieuwe dingen opnieuw uitbrengen. Maar soms denk ik, laat het nou zo. Dan blijven boeken of bepaalde trucjes ook hun waarde houden. Want als je iets denkt te kopen wat uniek is en 3 jaar later maakt ze het weer, is het niet meer zo uniek. Naar mijn idee. Je zit ook een hele mooie routine in met... Met zo'n stemvork, ik weet niet hoe die heet. Geen idee. Dat zijn dat vind ik 2 mooie routines, die zie je ook bijna nergens waar ik van denk. Geen idee. Dus als je interessant... Even kijken of het deels... ik zou niet weten welke dat is. Maar inderdaad, je hebt allerlei... Ik zat achter en neer. Je hebt ook met de Ramsey cylinder, noem maar op. Ja. Van alles en nog wat. Aanrader. Muntengebied, goed boek voorzien van veel tekeningen, duidelijke tekeningen. David Rod, helaas niet meer onder ons, ook. We hebben hem ooit in de winkel nog gehad, heeft hij nog hier uitgebreid, met ons zitten goochelen ook. Kost 83,95. Expert Coin Magic, een flinke bijbel, fantastisch Sinterklaas cadeau. Of voor de kerst natuurlijk ook. Ja. Of gewoon tussendoor. Of voor je verjaardag. Of voor je verjaardag. Maakt niet uit, als je er een beetje aanschouwt. Hebben we nog eens, Leon? Zeker, ja, dat had ik hier ergens over tijd, ik weet niet meer waar het over ging precies. Maar ik heb hier één hele handige klok. Een hele handige klok? Ik heb ook een hele handige klok. Oké, sorry. Ik heb hier op het moment zitten. Een mini-klokje? Ja, dat is een hele, hele mooie. Ja. En ik heb hier een doosje en ik wil je zo meteen vragen om de klok te verzetten. En dan mag ik hem hier in het doosje doen. Aan het dakstje. Ja. Laat mij de tijd niet zien. Ik pak het. Ja? Ja. Ik kan hem niet zien? Nee, ik heb hem dichtgemaakt. Is dat hier ergens? Ja, hier. Ja, dat ben ik. Ik ben niet zo vierkant. Oké. Nee, ik kan niet weten wat de tijd is die jij gekozen hebt. Nee. Maar het mooiste, ik kan door te schudden op deze manier. Kan ik achterhalen wat de tijd is? Je had me niet geloven, maar... Dat lijkt me ook sterk. Volgens mij is het... 7:30... Nee. We hebben wintertijd gehad. Die hebben een uur teruggezet, hoor. Volgens mij staat die op 6:30, klopt dat? Dat dacht ik wel. Maar dan moet ik even zeggen, maar ik ga 6:30 kijken. Ja, maar ik ga 6:30. Tussen 6:30. Ja. Ja, 6:30. Ja. En dit is... Time Machine. Uitgebracht door Murphy's, onder een eigen... Ja, Apprentice, eigen Magic brand. Line. Ja. Ze brengen een flink, leuk ding. Gebaseerd natuurlijk op... Bandit Effect. Ja. Nee, Bandit Ball. Bandit Ball is met een balletje en een doosje. Color Vision, dat is eigenlijk, zeg maar. Maar met een klokje kun je zeker een leuk verhaal bij maken ook. En een goede verpakking erbij, ja. Hebben ze met allemaal de producten uit de lijn. We hebben ze niet allemaal nog. Dat heeft een reden, want sommige producten hebben wij gewoon al. Het zijn... Deze had ik nog niet gezien, maar het zijn vaak bestaande producten. We gaan ze zo meteen nog in laten zien. Die hebben we gewoon al 25 jaar in de collectie. Verkopen we gewoon al, en die hebben ze nu uitgebracht in een andere verpakking. Ja, met video. Ja, we kunnen ze dan langs elkaar in de winkel hangen. Ja, wat is het verschil? Niks. Ja, de verpakking. Ja, dus en de prijs. Als we iets niet nemen, vraag ons dus. Ja, dat ook toch. Die van ons, die we zelf inkopen, zijn vaak goedkoper dan bijvoorbeeld dit. Als we iets niet hebben, vraag ons gerust. Ik denk dat we dan vaak een beter alternatief hebben. En het is best om deze te kopen voor thuis. Want ze zeggen altijd, zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. Klopt. Maar ik hoor niet hoe het werkt, hè? Je hoort niks. Nee, je hoeft echt niks. Je hoeft niks te doen. Het is niet dat je. Je hoeft niet te schudden. Tik. Nee. 9,95, inclusief instructievideo. Ja. The Time Machine. Ook een leuk dingetje. Ik heb hier nog iets heel groots.
Hupsakee. Heel groot. Ik zal even wel zien wat erin zit. Broodtrammetrommel. Namelijk helemaal niks. Empty. Completely empty. Van boven ook even laten zien. Mensen, helemaal leeg. Zit niks in. Maar. Simsalabim. Hoppai, hoppala, hoelai. Weet ik veel wat voor toverspreek je gebruikt. En dan heb je een. Oh. Wacht even. Een baby. Ja. Een baby. Ik zet deze even weg. Ik kom zo meteen terug. Want dat zal waarschijnlijk hier zitten wat ik zoek. Oh, ook niet. Oké. Simsalabim. Simsalabim. Focus, focus. We jassen er een paar sponsballen in. Zal dat helpen? Nee. Oh ja. Helemaal vol. Helemaal vol, jongen, met sponsballen. Ja. We moesten even iets verzinnen. Ladekisten. We hebben er diverse in het programma zitten. Ja. En dit zijn eigenlijk de luxe ladekisten. Prachtig mooi gemaakt. Goed afgewerkt. Degelijk ook. Ja. En zoals je ziet, hebben we hem in. Upsa, tenminste, deze uitvoering, deze kleur, hebben we in twee maten: groot en klein. Er bestaat nog een tussenmaat. Als je er ooit interesse hebt, zeg je. Ik wil toch die maat ertussen hebben. Maar goed, dat scheelt niet heel veel, want het is niet een wereld van verschil. Oh, hier kun je konijnen doen, zie ik. Want hier zitten we niet. Ja, hier zitten luchtgaatjes in. Hier zitten luchtgaatjes in. Dus het is eigenlijk bedoeld als er een diertje in zou zitten, ja. Dat je echt. Het is overal over nagedacht. De luchtgaten hebt, zet goede handgrepen aan. Ook aan deze kant, dat je de kist zo kunt optillen. Grote kist kost 169. De kleine 119,95. Gemaakt van hout. Nogmaals, degelijk, mooi afgewerkt. En ideaal voor alle, ja. Iemand zei, ja, ik moet chocoladeletters ervoor gaan halen. Pak de grote kist maar, de grote kist, chocoladeletters erin. Ik moet pepernoten ervoor gaan halen. Kan je ook in de grote kist, maar de kleine kist ook perfect. Dus ideaal. Ladekist of drawerbox. Hoe? Speculaas. Ja, speculaas kan ook. Spekjes kan ook. Lekker plakken, maar het kan alles wat erin past. Top. Ja, de. Ja. Schoenveters. Een heel brood kan ook nog niet groter waarschijnlijk nog. Ja, dus dat de ladekisten. Super drawerboxes. Dan heb ik hier nog. Het houdt niet op, mensen. Hoeveel dingen hebben wij vandaag? Ik heb hier. Eindeloos. Een doosje met. Tennisballen. En het mooie van deze tennisballen zijn. Die zijn. Mag ik wel zeggen? Ja. Zacht. En er zit een routine bij. Dan moet je naar http/ van alles en nog wat, dat ga ik even niet opnoemen. Maar er zit een routine bij. De routine heb ik zelf eerlijk gezegd niet gezien. Maar het mooie is, ja. Spons tennisballen, dus je kunt ze mooi klein maken, mooi verbergen in je hand. Ja. Als je niet zo'n grote hand hebt als mij, anders kun je gewoon een echte tennisbal achter je hand houden en dan kun je hem laten verdwijnen. En die heb ik dan gewoon. Ja, ja, je kan echt, het ziet er inderdaad echt wel degelijk uit. En die Leon, dan kan ook. Ja, je kan gewoon. Is met je hand dicht. Of je doet. Ja, dat soort dingen. Ik moet even over nadenken. Maar ik kan allerlei dingen mee. Het lijken gewoon tennisballen, maar je kan er je sponsroutines mee doen. Fantastisch. Ja, veel beter dan die van Alan Wong van jaren geleden. Die had ook spons tennisballs, maar dat waren gewoon foamballen. Dat ja. Je denkt. Ja, Arnie. Ja. Ja, het is inderdaad geen tennisbal, maar het is ook geen spons tennisbal. Het is echt gewoon. En mooi om te gebruiken als final route als je geen harde objecten wil hebben. Sorry, tennisbal. Die rammen of wat dan ook. Dus Ja. Sponge tennisballs routine heet het, dacht ik. Kost niet goedkoop, 59,95. Maar daar heb je een mooi setje. Een mooi setje is goed gemaakt. En dat wil ook wat zeggen. Sponge tennisball routine 59,95. Nou dan voor de. Ja, je moet daar natuurlijk van houden. Ik ben helemaal geen kaartenman. Dat bedoel ik even mee. Speciale kaarten. Die kan mij niet wakker van maken. Ik heb er weinig mee. Maar het komt dat ik gewoon. Als ik gogo, bicycle kaarten, klaar. Ik ben geen cardistry fan. Ik bedoel, ik doe het zelf niet. Maar er zijn hele mooie kaartspellen. En ik kreeg deze via een vriend aangeboden. Die zei, René, ik heb die gekocht. Dit is echt super vet. Nou, liet hij zien. En ik zag ze. Ik denk, ja, mooi. Niet wauw of zo, maar ja, leuk. Maarten zei, die maak het licht even uit.
Maak het licht hier uit. Maakte het licht uit. Toen pakte hij een lampje. Nou, als je ergens UV-licht is, nog beter. Ik weet niet of dat ik een beetje kunnen nabootsen, want het licht is hier echt heel fel. Dus ik weet niet wat we gaan zien op camera, maar als niet werkt, werkt het niet. Hier hebben we lampjes, UV-lampje. Zij dat wil vasthouden en op de kaart toe richten. Hou het even laag boven de kaart. Ja, ik zie dat het een beetje opnemen. Hou het even lager erboven, misschien dat de camera erboven kan zien. Dan zie je inderdaad wat die kaarten dan plotseling, zeg maar, doen qua kleur. Zie je, die zit er eentje omgedraaid. En ook de achterkanten, zie je die lichten dan echt wel op. En als je dit in het donker ziet, check de instructie, of de instructie, de demo video. Want hier, wij zitten hier met, voor het idee, felle ledlampen op ons gericht. Ik zal me even denken bij ledlampen, ja, ledlampen boven ons ook. Kijk dan hoe feller het licht, het is echt, het knalt eruit in het donker. Zo ziet het in het donker echt uit. Kijk, aan de andere kant ook. Voor het idee, het is echt... Dus als je naar een boeringbouwcentrum zou gaan, ultra vette dingen. We hebben ze exclusief voor Nederland en België. Dat wil zeggen, de versie 1 die kun je nog wel op meerdere plekken vinden. Maar de versie 2 die heeft iets andere kleuren. En de gilded versies, dat zijn de versie 2 met iets andere kleuren. En die hebben dan metallic, rood of groene zijkanten. Helemaal gelimiteerde oplagen. Deze is de versie 2 overigens. Oplagen van 1000 stuks. De oplage 1 heeft oplagen van 3000 stuks. En de gilded, dus met de zijkanten die ook nog verguld zijn, 250 stuks. Deze is niet genummerd, ze heeft 1 van 1000. Maar bij de andere hebben ook echt een zilveren hologramsticker erop met kaartspel 354 bijvoorbeeld van 3000. Dus ze zijn echt persoonlijk genummerd. Tof gemaakt van Chris Cards uit Duitsland. Ja, optioneel hebben we deze lampjes erbij. Kun je, als je zo'n spel bestelt, kun je kiezen met of zonder lampje. Professioneel lampje, geen plastic AliExpress ding. Maar ik kan hem ook nog zeg maar inzoomen erbij. Licht groter maken en kleiner maken. En dan heb je al een fantastisch effect. Lamp die kost los 12,50. Maar dat staat niet los op de website. Omdat we eigenlijk niet vinden dat deze gewoon zo verkocht moet worden. Omdat we hier beperkte voorraad van hebben. Je kan ze alleen kopen in combinatie met een spel. En dan krijg je nog een korting als je het zeg maar samen koopt. Dus de prijs iets minder. De gewone Glow 1 Glow 2 zijn 21,95 per stuk. Met het lampje erbij 33,95. De Gilded Edges, dus met de metallic randen, 250 stuks oplagen per kleur, op is op, zijn 27,95 met lampje 39,95. Dus heb je, als je toffe Sinterklaas cadeautjes wil, zijn dat aanraders. De glowkaarten van Chris Cards. Heb je nog wat leuks, René? Dat werd tijd dat er ook wat leuks komt in ieder geval. Tjonge jonge, die dingen die we vandaag hebben gezien. Heb je twee kaarten? Frame. Leuk. Ja. Met een plexiglazen plaatje erin, of hoe zag ik dat netjes. En een onzichtbaar rood potlood. Heb ik hier eentje. En als ik hem dan zo doe, met de wordt zichtbaar. En het toffe is, dit zijn speciale kaarten namelijk. Want die kaarten, die heb ik nodig om hier zo mooi in het framepje te plaatsen. Zo. En aan de achterkant kun je dat ook doen. Ja. Als je het goed doet. Kijk zo. En dan kun je het frame aan alle kanten laten zien. Aan de voorkant, of bovenkant, onderkant, alle zijkanten kun je laten zien. En als het goed is, en je pakt het stempotlood. Wanneer van die wanneer is die? Staat er niet op. Staat er niet op. Het is wel belangrijk dat je het juiste jaar pakt, anders werkt dat niet. En dan kun je zo, met het potlood, ik zou hem helemaal hier aan het einde pakken. Ik hem door. Oh, door het frame. Ik hoor hem gewoon. Ik hoor hem al gewoon er doorheen gaan. Moet harder drukken, hè. Ik durf niet zo hard te drukken. Ja, die. Helemaal. Door het frame. Door het plexiglas. Hey, oh, je kan de truc maar één keer doen. Ik kan hem alle glas plaat naar de. Dus okay. Je kunt hem dus aan alle kanten laten zien. Zelfs de twee kanten allemaal. Oké. En het mooie is, je kunt ook het potlood eruit halen. Laten we hopen. Kijk. Als ik meeneem met mijn potlood. Je kunt zelfs de kaarten eruit halen als het goed is. Op deze manier. En dan kun je de kaarten laten onderzoeken. De frimpje laten onderzoeken.
En dan zit er, als het goed is... Even voor die dementen, ik zou ook iets willen schuiven zo, maar dat kan niks, hè. Dat is allemaal, nee. Alles zit gewoon vast. Die mensen denken, haha. En deze truc is zelfwerkend. Deze heb ik ook wel heel lang in de winkel liggen. Ja, joh. Clear penetration frame, verkopen al 25 jaar, ja. Daar had ik het net over. Maar hij heet nu The Fifth Dimension. Ja. Klinkt wel voor goed. €9,95. Wij doen het nou met kaarten. Je kan beide kanten kaarten doen. Je kunt ook een inkaart. Ja, ik heb altijd met één kant gedaan. Je kunt het ook met dunne papier doen. Vindt veel dat is misschien gaat het iets makkelijker door. Ja, ik deed altijd zo. Ik deed gewoon één kaart erin. Boom. Ja. Zo, kaart ertussen. Hoppakee. Als je dat wil, kan ook gewoon hoor. Zo, kaart ertussen. Huppa, potlood. Chop chop. Kijk. Huppa. Kan er doorheen. Eruit. Kaart eruit. Hupsakee. Lekker grof. En klaar is het. En je hebt je truc klaar. En dat is makkelijk te doen. Kan ook. Er zit een video bij. Ja, we moeten er nog meer over zeggen. Niks. Makkelijk te doen. Ja, het is niet moeilijk, maar je moet wel even de logica weten. Not suitable for children under 6 years. Contains small parts which may cause nou, choking hazards. Nou, en toch heb je hem gedaan. Do not staat het erop. Just put in the mouth. Oké. Okay. Ja. Fifth Dimension. Ja. 9,95 met instructievideo. Iets anders. Nou ja, iets anders. Kaarttruc. Alle mensen die zeggen, kaarttruc vind ik niks aan. Ga koffie halen. Of een biertje. Ligt trouwens neer te drinken. Wanneer je dit kijkt. Ik ga hem daar langs de kaart. Jij mag stop zeggen waar je wil. Stop. Stop. Op de plaats waar jij gestopt bent, mag jij zo meteen zelf de kaart even bekijken. Mm-hmm. Eerlijk. Ja? Ik wil van de mensen laten zien. Stop. Yep, hierboven. Dan heb ik één spijker. Die mag je ook even controleren, als je wil. Ja. Ja, goed? Oké, okay, mooi. Het is namelijk zo. Ik heb hier jouw kaart, de ruiter 7 in dit geval. En stel nou voor dat je de spijker pakt... En die spijker op de kaart richt, zeg maar. Dan kun je die zo door de kaart heen laten gaan. Helemaal door de kaart heen. Zie je? Wat idee? Helemaal door de kaart heen. Je ziet ook duidelijk het witte vak waar de spijker doorheen zit. Op de kaart hier. Ja. Duidelijk zien aan twee kanten. Maar het leuke is, je kan natuurlijk ook die spijker er weer uithalen. Gaat heel makkelijk. Je trekt aan de spijker. 1, 2. Haal hem eruit. En dat betekent dat de spijker mag jij checken. En ook de kaart die is weer compleet hersteld. Hoe dan? Hoe dan? Compleet hersteld. En dan zeggen mensen, mag je die kaart checken? Mag je die kaart checken? Tuurlijk mag je die kaart checken. Dus je mag hem zo weer naar huis nemen als je wil, joh. Dat is geen probleem. Zijn een paar de problemen. En dit is de nieuwe truc van Michael Chatelain, genaamd PIC. Met een C. PIC. Niet te verwarren met de truc PIC-me. Die hebben we ook nog. Ja, je krijgt de speciale gimmickkaart. Dus niet deze. Je krijgt een speciale gimmickkaart met een spijker. En ook hier is weer het geval, hier is bijvoorbeeld een rode versie. Als je geen kaartspel hebt in dezelfde kleur, bestel dat even mee. Ja. En voor de rest, een pick kost €32. Niet moeilijk te doen, maar ik had het nog nooit echt gedaan. Dus vergeef mij dat het er misschien niet helemaal vlekkeloos uitzag, maar ik wil hem wel even meenemen in deze video. Dus vandaar dat het misschien niet vlekkeloos was. Je kan ook zonder te kiezen de kaart gewoon pakken en de kaart doorheen. Maar ik denk dat het in een routine beter is, omdat je dan de kaart ook nog kunt terug veranderen, of switchen zeg maar, en dan kun je klinken. Ja? Sorry, dat kan ik niet mogen zeggen. Dat je de kaart kunt laten kiezen, van tevoren, daar de truc mee doet, en dan uit handen geven, zelfs als souvenir, dan ben je clean. En als je alleen de kaart hebt, zit je met een gimmick die je niet uit handen kunt geven. Ik check hier beeld en ga de lijst af. Maar als het goed is, hebben we alles ervan gehad. Ja. We hebben alles daarvan gehad. Dan zijn we aan het einde van deze product update, ja. 141. Hebben we nog iets bijzonders te melden? Nee, behalve dat de vorige update hadden we opgenomen. Volgens mij was het 2 maanden geleden of zoiets. Hadden we opgenomen
Nee, toen waren we bijna klaar. En toen zag ik dat de camera was uitgevallen. Nou, de kaart was boven de camera. Dus ik zeg, dan moet ik op de laatste stuk moet even een stuk opnieuw doen. Dus ik ging naar de PC en ik weet niet hoe het gebeurde, wat er gebeurde. Maar plotseling was de hele update verdwenen. En we konden geen toverspruk vinden. En toen kwamen klanten en toen zei ze, oké, laat me zetten. Er zaten ook al een aantal van deze trucs die we hier hebben gedaan. Overdracht zat erin, die drawerbox zat erin. Toen dachten we, laat maar zitten. Toen kwam daarna een keer de Halloween update. Dus er was eigenlijk nog eerder een complete update geweest. Was. Het verleden tijd. Maar ja. Dit was er nu in ieder geval wel eentje. Ik hoop dat er wat leuks voor je bij zit. Laat gerust reacties achter onder de video als je wil. Ja, ook bel even. Ja, hebben we nieuws? Nee, we zijn gewoon eigenlijk geopend op alle normale dagen. Ook wat feestdagen betreft zijn er geen speciale dingen die we moeten zeggen. Beurzen zijn ook niet echt in korte termijn in aandacht. Ja, bijzondere dingen. Er is in januari is er een nieuwjaarstreffen. Ik weet niet of van tevoren nog een special komt. In de volgens mij 15 januari, uit mijn hoofd. Nieuwjaarstreffen in Rotterdam van de NMU. Dat is er. Natuurlijk heb je Blackpool. Je hebt in februari de tweedehandsbeurs. Kleine Joker, ja. Bij de Kleine Joker. Maar dan zijn we al een stukje verder. En voor de rest heb ik eigenlijk niks te melden. Ik kan wel zeggen, voor iedereen die Sinterklaas gaat vieren, straks veel plezier met Sinterklaas. Mocht je nog dingen zoeken voor je Sinterklaas voorstellingen, hebben we nu niet op gefocust. Hebben we andere jaren wel eens gedaan, dus er zitten alle updates genoeg in. Sinterklaas waar op, heel tof. Ja, maar als je inderdaad, we hebben een categorie Sinterklaas op de website. En die bevat Sinterklaas trucs, eigenlijk alles wat je kunt associëren met Sinterklaas. Inderdaad, Sint Goes Wild. Ja, Sint verliest zijn hoofd. Superleuk ding, zo'n wildcard met Sinterklaaskaarten. Waar is Piet? Hebben we. Duivenpannetjes. Duivenpannetjes, andere Sinterklaaskaarten, truc. En noem maar op. Dus mensen. Pakjes mysterie. Dat was hem, ja. Dat was hem. Ja, dan zien we jullie graag weer. We gaan hem monteren. En de volgende keer. Als je deze gezien hebt, het betekent dat deze niet per ongeluk gewist is. En online staat. Tot de volgende keer mensen. Oi, oi, oi.